In deze video leggen wij je de werking van onze nieuwste betaaloplossing, de Pio, uit. De Pio is een POS-in-one. Dat betekent dat je via de 12-kassa-applicatie eenvoudig en overal je bestellingen kan opnemen en direct kan afrekenen. We beginnen met het aanzetten van de Pio. Om de Pio op te starten sluit je de meegeleverde oplader aan. Je ziet dan dat er linksboven een rood lampje gaat branden. Dit betekent dat de Pio wordt opgeladen. Vervolgens hou je de powerknop aan de rechterzijkant 3 tot 5 seconden ingedrukt, zodat het scherm opstart. Dit is ook de knop waarmee je de Pio aan en uit kan zetten. Hoe stel je de wifi in? Om met de Pio te werken moet je eerst de wifi instellen. Swipe hiervoor, net zoals op je smartphone, het scherm naar beneden en kies voor het wifi-icoon. Vervolgens zet je de wifi aan door het schuifje naar rechts te schuiven. Kies het gewenste netwerk en voer het wachtwoord in met het toetsenbord op je scherm en klik op verbinden. Is het netwerk correct gekoppeld, dan krijg je verbonden te zien. Met het middelste icoon onderaan het scherm ga je terug naar het startscherm. We adviseren de Pio op wifi in te stellen. Wil je de automaat liever op 4G instellen? Veeg dan weer, net als op je smartphone, het scherm naar beneden. Tik dan op het wifi-symbool om deze uit te zetten. Deze wordt dan grijs. Kies in plaats daarvoor het 4G-symbool dat ernaast staat. Als de Pio is opgestart en de internetverbinding is ingesteld, herken je direct het 12-icoontje op je scherm. Klik hierop en je komt in het aanmeldscherm terecht. Hier heb je twee opties. Wanneer je internetverbinding hebt, kan je op de bovenste groene aanmeldenknop klikken. Wanneer je geen internetverbinding hebt, zal de bovenste aanmeldknop grijs zijn. Je kan zonder internet alleen kiezen voor deze aanmelden bestaande dataknop. Dit is de offline startknop, zoals je die ook op de hoofdkassa kent. Zodra er weer internet is, worden de opgeslagen transacties automatisch verwerkt. Ben je aangemeld? Dan kom je op het bestelscherm terecht. Hier zie je al je producten staan die je gecategoriseerd hebt in de back-office. Je slaat hier eenvoudig producten aan. Heb je bijvoorbeeld een product dat je meerdere keren aan moet slaan? Doe dit dan eenvoudig door rechts op een plusje te klikken. Heb je een product te veel aangeklikt? Dan kan je rechts op het minnetje klikken om dit ongedaan te maken. Bestellingen afrekenen. Wil je de bestelling afrekenen? Klik dan op betaal. Je komt op het scherm met de verschillende betaalmogelijkheden terecht. Wil je met PIN afrekenen? Klik dan op PIN. Let hierbij goed op dat wanneer je met clubcards of betaalpassen van 12 werkt, je dan ook voor de PIN-knop kiest. Hier is geen aparte betaalpasknop voor. Let op! Bij het afrekenen met de PIN of betaalpas moet de klant de betaalpas aan de achterzijde van de Pio houden. Nadat de betaling akkoord is, neem je de automaat weer terug. Je ziet hier het volgende scherm. Wil de klant graag nog een bon ter declaratie? Laat dan de salesbon zien via het hamburgermenu. De klant kan dan een foto van het scherm maken. Heb je een Pio Plus? Dan heb je de optie om de bon uit te printen. Het scherm verandert automatisch weer naar het kassascherm. Is de betaling niet akkoord of halverwege afgebroken, dan krijg je het volgende scherm te zien. Je kiest dan voor stop betaling, oké of afbreken. Wil je het bedrag wegboeken? Klik dan op de betaaloptie wegboeken. Hier zie je de verschillende wegboekknoppen die je hebt ingesteld in de back-office. Wordt er met munten betaald? Klik dan op de knop munten. Je ziet direct hoeveel munten hiervoor nodig zijn. Let op! Hiervoor is het van belang dat je de muntenoptie hebt ingeschakeld en dat je de muntwaarde per product hebt ingesteld. Betaalt de klant met contant geld? Klik dan op contant. Moet je wisselgeld teruggeven? Gebruik dan de optie wisselgeld. Het systeem geeft direct aan hoeveel je terug moet geven. Heb je iets veranderd in de back-office? Meld dan de applicatie af. Het af- en aanmeldproces werkt hetzelfde als op je Android smarttelefoon. Dit werkt als volgt. Klik op het vierkantje links onderin. Indien je deze niet ziet, swipe omhoog. De 12-applicatie wordt uitgezoomd en je kan vervolgens op het kruisje klikken en je wordt afgemeld. Als je de applicatie dan weer opent door op het 12-icoontje te klikken, kies je voor aanmelden. Vervolgens worden alle wijzigingen verwerkt en zie je, indien je nieuwe producten hebt toegevoegd of prijzen hebt aangepast, deze weer terug op je kassascherm. Dit is de basisinformatie voor jouw Pio. Heb je nog meer vragen? Check dan online help.12.eu of bel ons via 030 276 7770.